De deelnemers aan de tweede editie van het Kinderkookcafé zullen zaterdag bij Soep Osso de gerechten die ze hebben leren klaarmaken presenteren aan het publiek. Het is de tweede keer dat dit project is uitgevoerd. Het doel is om jongeren te leren koken en hun interesse voor het vak aan te wakkeren. De organisatie ligt in handen van de stichting Each One Teach One Community Arts. Deze stichting houdt zich bezig met gemeenschapsprojecten op het gebied van kunst, cultuur en educatie. Renate Galdi, voorzitter van de stichting, zegt dat op deze manier jongeren positief worden beziggehouden. Vorig jaar oktober hebben we voor het eerst onze eerste kinderkookcafé-event gehad in Barsuid. En omdat dat een succes was geweest, hebben we besloten om het weer te doen. En we willen het ook echt als een terugkerend thema terug laten komen. Hoeveel kinderen hebben eraan meegedaan en hoe zag het traject eruit? Nou, dit keer hebben er 9 kinderen aan meegedaan. Het was echt, in het begin hebben ze snijtechnieken geleerd, proeven, ruiken. En van daaruit hebben ze dan de basisdingetjes geleerd om het klaar te maken. En wat is het idee erachter? Wat willen jullie graag bereiken met dit project? Nou, er zitten kinderen bij die van hunzelf eigenlijk al talent hebben. Of ze helpen hun ouders graag in de keuken. En eigenlijk willen we dat gewoon motiveren. Hoe jonger je bent en dat je ook durft je eigen eten klaar te maken, des te zelfstandiger je wordt. En wie weet groeit er daar een kok uit. Het project is bestemd voor jongeren tussen 8 en 15 jaar. Renate Galdi en een kok hebben de kinderen de kooktechnieken bijgebracht. Participant Mirelva Isaias heeft de cursus als heel leerrijk ervaren. Het is gemakkelijk. Ja, als je kan koken, ja, is het echt gemakkelijk. Verschillende gerechten, zoals roti maken, pasta's, een heleboel gerechten, ja. Dat was een van de participanten aan de kookcursus. Renate Galdi, voorzitter van de stichting Each One Teach One Community Arts, hoorde u daarvoor. De deelnemers aan de tweede editie van het Koken met Kids project zullen zaterdag hun gerechten presenteren aan het publiek.